We gaan eerst naar Frank, want we duiken weer in de meest gebruikte Google-zoektermen. Dat doen we hier elke ochtend in deze verkiezingsreeks. En dan de meest gebruikte Google-zoektermen over onze politieke hoofdgast. Dit keer dus over Frans Timmermans. Meneer Timmermans, gaat u er vooral even goed voor zitten? Wat willen de mensen weten over de leider van GroenLinks, PvdA? Onder meer deze vraag. Hoeveel talen spreekt Frans Timmermans? Zal ik niet zo lang over na hoeven te denken. Horen we zo meteen. Deze vraag ook nog interessant. Welke... Auto rijdt Frans Timmermans. Dat is ook iets wat mensen willen weten. Ik weet niet of u het gaat verklappen, maar die houden we nog even geheim. En met wie wil Frans Timmermans regeren? Dat is toch ook een vraag die mensen veel stellen op. Oh ja, en dat is een vraag die misschien iets genuanceerd ligt. Dan die eerste twee. Want daar kunt u denk ik gewoon een snel antwoord op geven. Hoeveel talen spreekt u? Zes spreek ik goed. Welke auto rijdt u? Een uh, elektrische BWI X1. Oké, okay, dat kunnen mensen dan ook direct weer gaan googlen. En dan uh, ja, dat toch die spannendste vraag: met wie wil u regeren? Nou ja, met mensen die ons tegemoet willen komen als het gaat om de bestrijding van armoede en de bestrijding van de klimaatcrisis. Um, en uh, ja, daar zullen. je kunt nooit alleen regeren in Nederland. Er zijn altijd coalities uh, voor mogelijk. Um, uh, voor nodig. Uh, en uh, ik zie uh, dat een hoop linkse partijen die die kant op willen. Dus daar wil ik graag mee regeren. Ik zal ook naar het midden moeten kijken. En ik ja. hoop dat ik ook uh, Pieter zich kan overtuigen om wat. Tegemoetkomende er zijn bij de armoedebestrijding... en bij het, uh, bij het bestrijden van de klimaatcrisis. Dus het liefst met uh, NSC en dan wat linkse partijen erbij. Dat zou mijn voorkeur hebben, ja. ja dat ja. wordt wel lastig, hè, qua ja, meerderheid. Ja. Nou ja, ik, ik had... Ik had uh, kijk, waar we echt niet mee kunnen regeren, die sluit ik echt uit... zijn Forum en, uh, en Wilders, want die... Uh, ja, die, die handelen in strijd met de Nederlandse grondwet. dus wil je niet, Daar kan je gewoon niet mee uh, regeren. De VVD? Nou, ja, ik vind de VVD, uh, ze hebben nogal lef door de campagne te voeren met maak eind aan oude politiek. Als er iets oude politiek is, dan is het de VVD. Zeker een VVD die totaal geen rekenschap wil afleggen over wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Ja, als je dat niet wil doen, uh, hoe kun je dan de problemen ook oplossen? Dus, uh, ik zou het goed vinden als de VVD eens een tijdje uh, op de reservebank zou zitten. Oké, okay, we gaan naar uh, door...